Dames en heren, welkom bij deze nieuwe video. Dit is een video, ik ga reageren op echt een bizarre sport. Ik heb dit echt nog nooit gezien in real life. Ik wist niet dat dit een ding was. Echt, what the heck? Zodra ik het laat zien, jullie gaan ook waarschijnlijk denken van, what the fuck is dit? Dus ik ga even deze mensen uitlachen. Ook al mag dat niet, ik ga het toch doen. Laat trouwens even in de reacties weten hoe ik mijn video's moet openen. Gewoon iets leuks, een leuke zin. En ja, dan ga ik de topcomment ga ik gewoon doen als het een beetje normaal iets is. Moet niet te overdreven zijn. En gaan we nu gewoon lekker beginnen. Ik heb hier openstaan Real Life Quidditch. Voor degene die het niet weet... Voor degene die het niet weet... Quidditch is een sport uit Harry Potter. Ik zelf ben echt een best wel groot Harry Potter fan. Dus ik zag dit voorbij komen en ik dacht... Dit kan toch niet echt zijn? Laten we even heel kort uitleggen. Quidditch is zeg maar op een bezemsteel. Want ja, het zijn tovenaarsjes die kunnen vliegen op van die bezemstelen. En dan hebben ze een bal, een soort rugby. En die gaan ze dan met elkaar overgooien. En dan moeten ze in drie verschillende, of kunnen ze in drie verschillende hoepels scoren. En dan heb je allemaal verschillende, heb je beukers en mensen die snel zijn en aanvallers en keepers en zo. Het is eigenlijk best wel goed doordacht zeg maar in de voorin film. Maar je hebt het dus ook in real life. En zoals jullie zien, ik heb even een klein stukje bekeken. Maar even serieus, waar zit ik naar te kijken? We gaan natuurlijk even opnieuw beginnen. We doen wel even geluid. Nou, nu denk je, oké, ze gooien een balletje over. Een volleybal of zo. Prima, weet je. Leuk, lekker volleyballen. Een warming-up, normaal. Dat moet voordat je gaat beginnen natuurlijk. Ik zal even in full screen gaan. Kijken, ja, 50 fps, raar ook. Nou, hier zie je dus die hoepels staan, daar kunnen ze in scoren. Nou, dit maakt natuurlijk niet zoveel uit. Nou, dit is, nu zou je denken, misschien is het rugby, en daar doen ze dat natuurlijk ook, dat uitbundige bang maken, zeg maar. Hier ook weer, en dan hier begint het. Nou, ze hebben dus een stokje tussen hun benen, hè? Besef, ze hebben een stokje tussen hun benen, daar rennen ze mee rond. Ze gooien over, een soort rugby. Ze moeten scoren in een hoepel, een soort korfbal. Maar volgens mij mag je elkaar wel aanraken, maar ja, ik weet niet eens hoe het zit. Maar je hebt ook een stokje tussen je benen, want ze denken dat ze kunnen vliegen of zo. Ik bedoel, wat? Nou, een scheidsrechter erbij. Het staat 2000-0, 3000-0. Oké. Waarschijnlijk 3-0. Nou, fotograaf. Prima. Hij heeft ook... Hij heeft gewoon een pleister op zijn oog. Like, wat doe je voor sport? Ja, ik ren rond met een bezemsteel tussen mijn benen. En nee, dit is niet zomaar een sport, hè. Maar het is gewoon World Cup. Echt een wereldkampioenschap. En ik zat dit te kijken en ik vond dit zo bizar. Dat dit iets was. Kijk, ze beuken gewoon tegen elkaar aan. Ze rennen gewoon. En... Ze verdedigen niet eens. Bro, wat is het voor verdedigende actie? Kijk wat die blauwe hier in het beeld doet. Kijk, hij dekt die af. Er staan nog twee hoepels open. Hij stapt al in. Waarom zou je instappen op deze manier? Dan ben je sowieso weg. Zoals je ook ziet. Hij doet een hele kleine schijnbeweging. Hij is bij de andere kant. En hij gooit hem er gewoon in. Kijk. Wie heeft dit verzonnen? Je hebt dus ook twee kanten of zo waar je mag spelen. Een paar scheidsrechters. Wat is dit voor goal? Kijk dan, ze wordt letterlijk niet gedekt. Ze gooit hem er gewoon doorheen. Zo kan ik dit ook op wereldniveau spelen. Nou, en dan is er dus nog iets. De Golden Snitch, als ik dat goed zeg. En dat is zeg maar een... Ja, in Harry Potter is dat een vliegend dingetje. En als je die pakt, verdien je... 50 punten voor je team, zeg maar. Golden Snitch. Gaan we die even opzoeken. Want dat is dus ook iets. Like. Imagine a game where you... Ik weet niet of ik dit mag gebruiken trouwens. Dit muten we even. Nou, dit is dus zo'n intro. Ah, het gaat dus per 10 punten. Dus het was net 30-0. Maar. Ze hebben dus. Een iets... Dit is die Golden Snitch, zeg maar. En als je die afpakt of zo, dan krijg je punten. Nou, ik vind het echt te bizar voor woorden gewoon.
Wat is ook dit interview? Even bro, wat kijk, en hij probeert dus nu die te pakken en hij verdedigt hem. Maar er zijn dus maar twee mensen in het veld die dat ding mogen bemachtigen. Dus hij van het ene team en deze meneer met zijn gele bandje van het andere team. Dus het is niet dat zij zeg maar nu die kan pakken, maar wat bizar, echt. Ik kijk wat ze doen. Of het mag wel. Ik heb geen idee, maar... Nou, ik vind dit zo bizar. Hoe ga ik hieruit? F11. Ik ben ondertussen blind. Maar ik vind dit zo bizarre sport. Willen jullie trouwens dat ik hier meer delen van maak? Laat het even weten, want er zijn genoeg meer bijzondere, rare sporten. Ik bedoel... Dit is toch gewoon... Kijk wat die fan doet. Hij beukt drie man omver. Is gewoon een doelpunt. I mean, ga dan lekker rugbyen. Als je dat niet durft, ga lekker kort. Kijk, hier zijn ze weer bezig met die snitch. Maar het gaat er ook echt hard naartoe. En hij heeft hem nu. Dus hij is super blij, zoals je ziet. Kijk. Hier, hij heeft hem. En hij heeft nu de punten. Hij heeft nu de punten binnen. Maar dit is echt te bizar voor woorden dat dit gewoon een sport is. Even, ik bedoel... Die mensen zouden er vast goed in zijn of zo, maar als iemand vraagt, als je werk gaat zoeken, wat voor sport doe je? Ja, ik doe aan real life Quidditch. Dan kijkt degene, je baasje toch ook aan van, wat dan? Nou ja, weet je, jullie snappen het. En gewoon ook met een volleybal en een trefbal. En dan met een stokje tussen de benen als bezemsteel. Ik vind het echt bizar. Nou, in ieder geval... Als je dit zelf wil zien, zoek het lekker op. Real Life Quidditch. Kan je nog meer video's vinden. Ik bedank jullie nu voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En als je meer van deze video's wil zien, laat het even weten. En dus zoals ik dan altijd zeg, later!